Bij alle proeven is altijd een medic aanwezig. Soms een heel medisch team zelfs, als er heel veel kandidaten zijn. We were wondering if you can tell us what the most common injuries are. A lot of them get abrasions, especially when the game is too difficult. Yeah. And then some get blisters on their fingers. Het is 35 graden, heel benauwd. En de zwemtocht heeft er behoorlijk ingehakt. Ik kom aan op de kant en ik heb gewoon geen energie meer, geen lucht meer. Een soort van ademnood. En nu begint te hijgen en te hyperventileren. Toen werd ik ook wel een beetje geïrriteerd. Want ik denk, ja, heb ik nu weer de verkeerde gekozen als duo? Gaan we nu meteen eruit? Het is het allereerste moment dat we ons kunnen laten zien. En dan ga jij even op de grond zitten en liggen. Ik weet niet waar ik moet zoeken. Of ik op mijn buik moet liggen, of ik rechtop moet blijven zitten. Of dat ik gewoon mijn borst vooruit moet houden, of wat dan ook. Ik weet het gewoon niet meer. Blinde paniek. Ik stel mijn teamgenoot teleur. Ik stel mezelf teleur. En de expeditie moet nog beginnen. Voor Sergio is het helemaal geen goede start. Hij hapt naar adem en het wordt er niet beter op. De expeditie is nog geen half uur oud en het medisch team rukt al uit. Zo, zo. Rustig aan, Kees. Rustig blijven ademen. Misschien ben ik een beetje te hard geweest van kom op, zet door. Maar ja, ik wilde wel gewoon winnen. En dat wilde hij eigenlijk ook. Alleen hij was dus helemaal in een soort van shock geraakt eigenlijk. De situatie is zorgelijk. En hij wordt voor onderzoek naar een rustige plek gebracht. Ja, even een ander begin, maar geen zorgen. Sergio wordt goed verzorgd door ons medisch team en wij gaan gewoon verder. Ik heb goed nieuws. De dokter heeft Sergio onderzocht en groen licht gegeven. Hij mag mee naar het eiland. Sergio, welkom terug. Ik ben er weer. Fijn om te zien. Heb ik een prijs gewonnen. Hoe gaat het met je? Nu alweer oké. Ik zat net wel even in kleine lichte paniek, maar ik ben er weer. Ja. Weet je al wat er gebeurde? Nee, ik denk dat ik gewoon in paniek schoot toen ik in het water sprong, een paar stokken water binnenkreeg. Maar ik ben er weer. Dat was gedraaid. En hebben we het nog niet eens gehad over het allerergste. The insect bites from the islands. I know, because here I have the same. Yeah, me too. Oh, yeah, you too? That's why you have the long pants. Yeah. Je hebt hier dus zandvloer. Je zit hier, dan word je echt helemaal gek. Hier zo, en hier, en hier. And so you think it's like a mosquito bite, but it's worse. The thing with the sandfly bites, the wheel is bigger, and it resolves a lot longer than the mosquito bites. Yeah. So it's very itchy as well. Oh, it itches like crazy. Yeah.